deze zaterdag 18 november 2017, de derde editie van de Vrouwenconferentie. U kunt dit niet missen. Met het thema ongekende wonder, unprecedented miracles. Het betekent onvolkomen, nooit eerder ervaren, onvolprezen en om te evenaren. Dus een wonder dat nog niet gekomen is. Een wonder dat nog niet gemanifesteerd is. Een wonder dat u nog niet heeft ervaren. Dat zal u deze dag ervaren. Dit is een tijd voor jou persoonlijk. Voor jou persoonlijk met God. Om een geweldige, unieke ervaring te hebben. Die niet alleen bij een ervaring blijft, maar ook een manifestatie zal zijn voor uw leven. Dit is uw moment. Niet dat u in de rol bent van een moeder. Niet dat u in de rol bent van de echtgenote van. Niet dat u in de rol bent van de collega. Of degene die werkt. Of degene die in functie is. Nee, u persoonlijk als dochter van de Allerhoogste. Die persoonlijk bediend zal worden. En persoonlijke manifestatie zal zien in zijn of haar leven. Weet u waarom? Omdat hij zoveel van u houdt. Hij wil niet dat u hetzelfde naar huis gaat. Hij wil dat u weet dat u een ontmoeting met Jezus heeft gehad. Jullie hoeven niet uitgesloten te zijn. Ook jullie mogen komen. Want ik geloof dat ook Jezus iets geweldigs voor jullie heeft. Dit is gewoon een dag die geweldig gaat worden. Wees vol van verwachting. Want God gaat het uiterste doen. Wees vol van verwachting en kom. Wees daar en wees klaar. Want Jezus heeft een wonder. Speciaal voor jou. U bent welkom. Wij verwachten u. En we geloven samen met u dat uw leven nooit meer hetzelfde kan zijn.